In de Van Levenstraat in Voorburg is een lijk gevonden in twee vuilniszakken. Die zakken zaten weer in een kast die klaar stond om door het grof vuil te worden opgehaald. Vuilnismannen waarschuwden woensdagochtend de politie toen ze aan de Van Leeuwenstraat iets verdachts aantroffen. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. Er zijn in totaal 6 mensen aangehouden, 5 mannen en 1 vrouw. De Haagse toneelgroep De Appel stopt te bestaan als het advies van de Raad van de Podiumkunsten doorgaat. Die raad adviseert om geen subsidie meer te geven aan het gezelschap. De Appel is niet het enige gezelschap waar harde klappen vallen. In totaal krijgt 60% van de gesubsidieerde instellingen geen geld meer van het Fonds Podiumkunsten. Het vernieuwde station Den Haag Centraal krijgt als eerste overdekte station in Nederland vloerverwarming. Op die manier houden reizigers, als het koud is, een beetje warme voeten tijdens het wachten. En in de zomer kan de vloer met hetzelfde systeem koel gehouden worden. De vloerverwarming komt in de hal van het station en loopt door tot aan de poortjes voor de OV-chipkaart op het perron. Komend weekend vaart voor de 15e keer het Varend Corso door de regio. 60 feestelijk versierde boten zullen weer heel veel mensen langs de kant blij maken. Voor het zover is, zijn de vrijwilligers nog druk bezig met het optuigen van de paradevaartuigen.